In de linkerhoek kleine jongen, in de rechterhoek oude opa. 3, 2, 1, fight! Yo mensen, mijn naam is Timo. En welkom terug bij een nieuwe video jongens. Vandaag is het weer zover. Vandaag ga ik weer Happy Wheels spelen. En mag ik een tromgeroffel alsjeblieft? Want ik heb de winnende hashtag gekozen voor de competitie. Van hashtags waarop jullie levels naar mij toe kunnen sturen. De strijd ging tussen hashtag Timo en hashtag TTT. En de winnende hashtag is geworden... Hashtag TTT. Woe! Yeah. Dus vanaf nu jongens, ik zeg het gewoon meteen. Vanaf nu mogen jullie levels voor mij maken. En als je ze dan opslaat met hashtag TTT, dan komen ze bij mij aan en dan kan ik ze eventueel gaan spelen. Maar goed, dat is vandaag nog niet gebeurd. Kijk, ik kan het even opzoeken hier in Happy Wheels. Als ik nu naar hashtag TTT ga, dan zijn er helemaal nog geen levels. Maar dat hadden we natuurlijk kunnen verwachten. Dus daarom gaan we vandaag gewoon lekker de beste levels aller tijden spelen van deze week. En dat is de bovenste, bovenaan staat hier The One. I am the one! Met Sword Throw 2. If you enjoyed, reiterate 5 save 3 plays. We gaan gewoon beginnen met smashen vast op het duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon beginnen met dit level. Let's go. Alright, dit is een Sword Throw. En je weet hoe goed ik ben in Sword Throws. We gooien gewoon eerst hier het kindje en de opa. En de, oh, kijk, hier is hier. Wacht, heb ik deze niet al een keer gedaan? Hij lijkt er zo. Hij lijkt heel erg op eigenlijk iedere andere Sword Throw die je ooit in mijn leven hebt gedaan. Maar het lijkt wel alsof ik deze al een keer eerder gedaan heb. Maar dat kan aan mij liggen. Ik zie in ieder geval nu al dat ik niet genoeg zwaarden meer heb om ze allemaal te killen. Beetje jammer. Even oké, opnieuw. Hoppatee, we hebben er gelijk 3 in 1. Kijk, dat is al een goede manier om te starten. Dit is iets minder goed dat nou al die zwaarden hier in dat kind liggen zo. En ik ben volgens mij zelf ook al dood. Oké, lekker bezig Timo. Dat is niet de bedoeling hè. Alright, we gaan gewoon gelijk goed zo. 2 in 1, 3 in 1. Kijk, dat is de goede manier. Dan kindje weg. Kijk, dan. Wacht even hoor. Dan meneer daar. God, dat blauwe ding zit ervoor. Nee, ja, het gaat nou alweer helemaal niet goed. Oké, ja, nou, ik heb hem uiteindelijk wel. Maar ik moet alleen nog eventjes die andere 2 weg zien te krijgen. En daar heb ik geen zwaarden meer voor. Dat is een beetje jammer. Moet ook weer even inkomen natuurlijk hè. Het is natuurlijk wel weer moeilijk zo in één keer. Zo'n Sword Throw. Zo, hoppatee. Terug naar achteren. Zo, oké, nou, hier die elf is weg. Dan deze meneer even. Hopelijk neemt hij dat vrouwtje mee. Dat zou handig zijn. Oké, die appelen dan niet, hè, meneer. Oké, wacht. Hoe? Oké, dat was echt pure skill. Dat zwaard had gewoon mij zo makkelijk kunnen killen. Maar ik ving hem gewoon. Ik ving hem gewoon, mensen. Kijk, hoppatee. Dikke meneer naar de kloten. Dan heb ik nog maar 1 zwaard. Dan kom ik gewoon net 1 zwaard tekort om die andere mevrouw te killen. Stomme mevrouw daar linksbovenin. Ik zie je wel zitten. Ik zie je wel lachen. Ik zie, kijk de lachen. Oh, wat smerig. Smerig. Jongens, het moet gewoon even lukken. Ik heb hier gewoon 3 zwaarden nodig voor alleen het kindje. Oké, ik heb gelukkig die elf ook wel meegepakt. Oké, maar het is zeg maar moeilijk om 1 zwaard tegelijk te pakken. En dan gelijk veel man ermee te killen. Maar ik denk nu, aangezien ik alleen maar meneer Dikhoofd hoef, dat ik het gewoon gehaald heb nu. Denk ik, wacht, nee. Hij is geglitcht. Nee, hij is sowieso geglitcht. Hij is sowieso geglitcht. Want ze zijn allemaal weg. Nee, dit slaat nergens op. Ik hoor het nu gewoon te winnen. Wacht, oké, fair enough. Nee, helemaal niet fair enough trouwens. Als we zo gaan doen, weet je, dan ga ik gewoon bewijzen dat ik het nog een keer kan. Kijk, we gaan gewoon bewijzen dat we het gewoon kunnen halen gewoon. Kijk, zo, hier mijn vrouwtje weg. En dan nog 1 zwaardje, zo. Maar ik vind het zo onzin, want ik had ze al... En nu haal ik ze wel. Nu haal ik het wel, terwijl ik ze nu niet allemaal heb. Waar slaat dit op? Happy, the one. I am the one. Wat is het? Dit slaat nergens. Het was een goed level. Maar gewoon dat ik het niet haal als ik ze allemaal eraf heb. En dat ik het wel haal als er nog eentje staat. Dat is gewoon grote onzin. Dat slaat gewoon nergens op. Daarom krijg je van mij, meneer. Maar 3 sterren. Het waren er 4 geweest anders, meneer. Ik had ook graag anders gezien, sorry. Alright, door naar het volgende level van The Awesome Creator. End of Happy Wheels. Oh my god, dat klinkt ernstig. Fake lol, glutes, make Happy Wheels great again. Ja, ik weet echt niet wat ik hier nou van moet verwachten. Waarschijnlijk is het iets heel stoms. Oh, Pokémon versus Naked Girls. Stop making them. Ja, ik ga ze ook gewoon niet spelen, meneertje. Dus we gaan gewoon door met autoflip. Want dat is leuk, want dan kun je zeg maar altijd winnen. Gaan ze allemaal zieke bottenflips doen en zo. En dan komt hij altijd goed, want hij is automatisch. Laten we gaan spelen. Let's go. Alright, let's go. Press. Oké, hoe doe ik dat pressen? Wacht. Press. Spatie of wat. Oh, ik moet hierop klikken. Oké. Waar is de fles? Daar is de fles. En die gaat nu over al deze vette dingetjes. Volgens mij gaat die vet terechtkomen. Ik ben benieuwd. Let's go. Alright. Wat gebeurt... Oh, er beweegt van alles en nog wat, jongens. Oh, dit is een dominootje hero. Maar de bottle is nog niet geflipt. Maar die gaat natuurlijk zo meteen... Dit is allemaal voorbereidend werk om zo meteen die bottle precies goed te laten flippen. Ik vind dit wel een beetje apart, dit. Oké, dan komt er weer een jetpack zo. Ja, zo, zo, zo. En die gaat naar die. En dan gaat die weer zo. En dan gaat die nou naar de flip. En nu gaat die bottle flippen. Hoor. Nu komt die epische bottleflip. Ja, kijk, dat is een goede bottleflip. En dan. Oh, en dan komt er. Ja, wat? Dat einde was een beetje lame. Dan denk je van nu komt hij perfect neer. En dan valt er nog net iets weg waardoor hij net wel goed komt. Dat slaat. Nee, dat was ook niet goed. Ik ga dit level ook gewoon maar 3 sterren geven. Sorry jongens. Sorry. Ik zal even wat blijer in naar het volgende level gaan. We gaan gewoon wat blijer naar het volgende level. Het is namelijk een heel leuk level ook van Guan 456 met een Harpoon Dodge 2. En daarbij is het dus de bedoeling dat je niet geraakt wordt door harpoons. En dat kan ik altijd super goed. Dus dat gaan we doen. Let's go. Ja,
kijk, ja, maar dit is dit ziet er al gelijk goed uit. Kijk, een introductie dingetje. Klik me to start. Oké, klik die klik. Alright, waar komen die harpoens dan vandaan? Dat vraag ik me af. Go. Waar komen de harpoens? Oké. Oh, je kan het zien, volgens mij. Of... Oké. Oh, je ziet het. Oké, ja. Oké. Ja, oh, dit is vet gedaan, jongens. Oké, ja, maakt niet uit. Oké, je ligt goed. Of leef ik nog? Volgens mij leef ik niet meer. Maar als ik het nou zo kan blijven doen, dan ga ik het wel gewoon halen. Oh nee, toch niet. Laten we het nog een keer proberen. Oké, maar dit is wel vet. Maar volgens mij ook wel vet moeilijk. Klik me to start, let's go. Ja, dit is wel een beetje irritant dat dit dan allemaal voor bij het begin de hele tijd zo is. Oké, dus we beginnen. We beginnen makkelijk, maar we kunnen gewoon blijven staan op het begin. We kunnen gewoon blijven staan. Kijk, want de boom gebeurt er niet zoveel. Dan een stapje naar voren. Doe een stapje naar voren. En stap. Volgens mij stond ik net al goed, maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Zo, oké, jammer. Oké, maar hij heeft het nou in zijn rug, maar dat is niet erg. Oké, blijven liggen hier, oh. Blijven liggen, meneer de Pokémon. Blijf liggen. Blijf liggen. Oké, ja, nou heb je het voor jezelf verpest bij de laatste sprong. Kijk hem nou liggen in zijn eigen ellende. Oké, maakt niet uit. Ik vind het een leuk level. Het gaat gewoon lukken nu. Het gaat gewoon lukken. Hier, we gaan gewoon weer click to start. En dan, volgens mij sta ik hier nou meteen goed. Oh, hier staan we goed. Hoop ik dat we hier goed staan. Nou, ik denk toch dat het spannend wordt als ik het zo doe. Oké, zo. Dan gaan we zo hier ook staan, zo. Oké, ja, dit is prima. Dit is prima. Kijk, en nu, deze is moeilijk, want... Oké, never mind. Oké, dit is toch best wel moeilijk dit, hoor. Man. We moeten gewoon deze harpoens gaan ontwijken. Kijk, daar komen ze. Ja, oké. Uitkijken voor die harpoens. We moeten gewoon zorgen dat we niet geraakt worden door die harpoens die hier allemaal naar ons toe komen vliegen. Oké, dit is de moeilijkste. Ja, oké, dat was de moeilijkste. Oké, liggen. Liggen, jongen, liggen. Je kan het. We kunnen dit. Oké, en nou nog blijven liggen zo. Blijven liggen. Oké, en je hebt het helemaal goed gedaan. Je hebt er nou wel eentje in je kont zitten. Maar we gaan het gewoon halen. Nu ga je het gewoon niet falen. Als ik nu faal, word ik zo boos. Come on. Poem. Oké, ja, dit is goed. Dit is goed. We hebben hem. We hebben hem. Oké, never mind. Helemaal goed. Helemaal goed. Lekker bezig. Dit was serieus echt een leuk level. Het was origineel. Het zag er goed uit. En ik moest van mezelf in dit level wat blijer zijn. Dus Timo is blij. En daarom krijgt dit level 5 sterretjes. Eigenlijk, als ik chagrijnig was geweest, dat ik een 4 geef. Maar omdat ik blij ben, 5 sterretjes. Gefeliciteerd. Oeh, volgende level is van Imo64Hagi. Wat een rare naam. Met het level 12 weapons. Er staat geen beschrijving bij. Ik gok dat er iets met 12 wapens gaat zijn. Maar ja, zo heet het level. Laten we maar gewoon gaan bekijken. Let's go. Alright, dus we gaan hier beginnen we zo met de pogo meneer. Oh, en we hebben 12 weapons. En dit is gewoon een showcase. Dus we zien hier het kleine jochie. En die gaat de oude man met een wat is het? Een hakpijl gaat hij die killen. Let maar op. Kijk, wat een... Oh, wat een supercoole aanval was dat zeg. Maar we hebben hem hier nog een keer. Maar dan met een groot samurai zwaard. En dat gaat er ook super vet uitzien. Dit is nummertje 2 van de 12. Oh, kijk nou hoe snel dat ging. Boah, dan moet je kijken hoe snel dat ging. Nu heeft hij ineens een groot zwaard. Ja, dit gaat ook wel vet worden. Ja, kijk hier, de salto. Ja, dit is wel cool gedaan dit hoor. Alright, een keukenmes of een slagersmes. Ja, wat gaat hij? Hoe gaat hij dat dan doen? Ik denk dat hij gaat... Oh, kijk. Oh jee. Wow, dit is wel gewelddadig dit, mensen. Jongens, als jullie nog niet ouder zijn dan 23, dan... ik weet ook niet eens waarom 23. Maar dan mag je dit niet kijken. Het is veel te gewelddadig voor jullie, jongens. Veel te... Oh my god. Oh, dit is echt heel gewelddadig. Ik moet zeggen, het is wel heel vet gedaan hoor. Hoe de animaties zo ervoor zorgen dat hij allemaal dit soort vette dingen kan. What the fuck? Oh my god, dit gaat er allemaal zo hard aan toe. Dit is zo. Ik leer jullie echt de verkeerde dingen. Oh my god, hij trekt gewoon zijn hoofd eraf. Jongens, doe dit thuis nooit na, hè? Doe dit thuis nooit. Blijf uit de buurt van waar. Oh my god, die was genadeloos. En het is wel echt heel ziek hoe die dit gedaan heeft. Maar het is echt zo genadeloos. Oh, kijk uit. In de nuts, hè? Oh ja, oké, niks meer van over. Dan hebben we hier dan nog een speer. Nou, wat ga je doen met die speer? Oh my god, hij had ineens meerdere speren. Hoe dan? Hoe doet hij dit? En dan hebben we hier nog een ander kwadradig zwaard met extra puntjes. Oh, en die gooit hij in de lucht en precies op zijn... Oh my god. Waar haalt hij die allemaal vandaan, die extra zwaarden? Oh, en nu denkt die opa, het is goed geweest. Vandaag heb ik gewoon bescherming en een extra zwaard meegebracht. Dus dit wordt de epische eindbattle. Zijn jullie klaar voor de grootste battle van de eeuw? In de linkerhoek, kleine jongen. In de rechterhoek, oude opa. 3, 2, 1, fight! Oh my god. Oké, ja, laat maar zitten. Deze battle was toch wat meer eenzijdiger dan ik had gedacht. Dat kindje is gewoon ziek. Hij is gewoon pro. Hij is gewoon de beste. Thanks for playing. Oh, en nu ben ik ook dood. Oh, daar was hij weer. Dat verdomde kind daar. Al dat geweld, dan word je toch gewoon ziek. Maar ik vond het wel een heel vet level. Animaties waren super goed gedaan. Echt serieus super vet. Daarom kreeg het level van mij 4 sterren. Ja, dat is goed, hè. Dat is goed. Dat is helemaal goed. Door naar de volgende. Oeh, en de volgende is weer een bottle flip, maar dan Neon Pro. Ik heb echt veel zin in bottle flip. Geen automatische bottle flip, maar gewoon een handmatige bottle flip. Are you a pro? Natuurlijk, denk ik. Try out on this level. Remember to have fun in Raid 5. We gaan het allemaal wel zien. We gaan gewoon fun hebben. Let's go. Neon bottle flip. Alright.
Dus, waar is de beste? We hebben MLG hierachter. We hebben Noob hiervoor. Hier komt hij gewoon, hè. Nice, meteen. MLG, oké, nevermind. Moet hem gewoon even hier in de helper. Dan gaat hij zo. En dan staat hij op hard. Ja, maar hij moet niet op hard terechtkomen. Hij moet precies zo op terrible. Oké, dat is jammer. Even laten we hem nog een keer proberen. Even kijken hoor. Ik wil hem minstens op nice een keer hebben. Perfect, zo rechts. Oh, oeh, die was close. En als ik hem op impossible for real kan krijgen, is het helemaal mooi. Maar ik denk niet dat het erin zit. Oké, ik doe dit gewoon helemaal niet goed, dit. Ofwel, ja. En nou perfect. Nou perfect neerkomen. Oké, omg. Goed genoeg. Maar ze komen om de zijkant. Ik wil ze eigenlijk wel meer recht hebben. Want dat ze echt recht op de onderkant terechtkomen, zoals dat hoort bij een bottleflip, hè. You know what I mean, mensen. Kijk zo. En dan perfect recht. Zo, wop. Ho. Ah, man. Het is moeilijk, mensen. Je moet gewoon... Oké, weet je wat? Laat me zitten. Ik hoef niet per se ergens een goeie te hebben. Maakt niet uit waar die terecht komt. Als hij maar even recht neerkomt. MLG. Oh, nee, sorry voor de dabs. Maar hij zit op MLG. Dat is gewoon de beste, denk ik. Nou ja, Impossible for Real is de beste, denk ik. Maar hij staat er gewoon en hij staat recht. En hij staat op MLG. Dat is gewoon super. En oh my god. Een omgekeerde bottle flip op terrible. Maar is hij dan nog steeds terrible? Nee, toch? Nee. Was goed. Hartstikke goed. Oh, nice. Oké, we gaan het nog één keer proberen. Want dit kan beter natuurlijk, hè. Dit kan beter. Oh, via het hoofd. Want dit moet gewoon beter kunnen. Ja, MLG. Want zo'n pro als net moet gewoon nog een keertje lukken. Ik gooi alleen wel altijd dat gele flesje. Zo per ongeluk weg. Oké. Let's go. Ja, oh, in mijn nek. Hartstikke mooi. Oh man, nou, zo goed als net kan het gewoon echt niet meer. Zo goed als net gaat het gewoon echt niet meer lukken. Ze zeggen ook altijd, je moet op je hoogtepunt stoppen. En dat klopt. Had ik gewoon moeten doen. Nou, ik heb hier een stapeltje op Noob neergelegd. Ik vind dat wel prima. Het was een leuke bottenflip. Maar het was niet heel bijzonder. Maar het was wel leuk. Nou krijgt hij van mij 3 sterretjes. Goed gedaan. Alright mensen, tot zover weer de aflevering van deze week. Vond je hem leuk? Smash dan op het duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet jullie eigen levels in te sturen naar #TTT. Dan komen ze bij mij aan. En dan kan ik hopelijk misschien, ik weet niet, misschien ook even 2 weken. Wacht, nog 1 aflevering normaal en dan daarna dat. Maar dan moet ik even kijken hoe snel jullie levels insturen. Maar als jullie dat gedaan hebben, kan ik ze in ieder geval gaan spelen in de volgende afleveringen. Ik heb er heel veel zin in, mensen. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat dan zeker weten hieronder ergens. Even echt, ik weet niet waar je dat doet, maar doe maar gewoon. En volg mij ook op social media. Dat is deze keer team op Instagram, op Twitter, op van alles. Dan zeg ik mensen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!